Hallo mensen, welkom terug in Absolute Drift. Dit keer in 60 fps, want ik heb een nieuwe graphics card. En ik heb nu op 1280x27 staan. Dus ik heb gewoon heel mooi, snel, vloeiend beeld. Ik ben lekker druk op dit moment. Nou, ik weet niet of ik heel het filmpje zo druk ga zijn. Maar goed, ik heb een controller. Dus we gaan lekker kijken wat we gaan doen. Ik zit in wereld 4, ik moet nog alle 20 missies doen. Dus ik ga even kijken of ik al die missies in deze video van vandaag kan gaan doen. Dus ja, blijf bij me. En kijk lekker mee. Donut the building, dat is nummer 1. En ik faal. Dus als je hier 20 missies moet ik dat doen. En wat, ja. Volgens mij is dit, dat is Whip. En die is gewoon best lastig te besturen. Want ik heb ook al heel lang geen Absolute Drift meer gespeeld. Maar dit is tenminste één missie voltooid. Op naar de volgende. Donut the Lamp. Dit wordt echt een ramp. Dit bedoel ik. Oh, ik heb hem al gedaan. Laat maar. Ik heb hem al gedaan. Oh jezus, ik zag de muur niet. Drift under the pipe. Dat wordt niet zo'n groot probleem, tenzij ik die muur daar raak! Niet doen dus! Sorry, ik word een beetje boos. Deze auto rijdt eigenlijk niet zo heel makkelijk. Dus dan word ik soms een beetje boos. Driften! Was dat niet... Oh nee. Op dat punt ging ik wel echt rechtdoor inderdaad. Oké. Dat is een muur, Frank! Opletten een beetje, hè. Gelukkig in mijn rijlessen nog nooit gedaan, een muurtje geraakt. Oké, drift between the lamps and the wall. Klaar. Is hier verder boven nog wat? Ja, ik zie hier namelijk een brusje of een kruisje, hoe je dat wil noemen. Moet ik er nog 4 van vinden. Drift under the pipe. Ja. Ze geven wel leuk 20 missies, maar zo kan ik het ook. Nou, ik druk nog een knietje weg. Gewoon allemaal van die drift onder de pijp missies. Oeh. Dit is geen missie. Maar dit is wel de verfpunt ding, weet wat ik bedoel. Blauw goed. Nee, het moet wel mooi worden. Oranje, daar ben ik het mee eens. Gewoon strak oranje dit. Ik ga nu even geen driftkana doen. Laat me even weten of je al die dingen wil zien, zoals Mountain Drift, Mount Haruna en van die driftkana's. Want die vind ik persoonlijk minder leuk. Ik vind het gewoon leuk om lekker zo rond te rijden. Lekker te driften. Lekker plusjes mee te pakken. Plusje missen, achteruit, alles. Je weet zelf. Gewoon lekker free roamen. Natuurlijk. Even een lekker sprongetje maken in das web. Dat is blijkbaar niet genoeg. Er stond toch jump the gap. Nou, dat deed ik. Nou, blijkbaar was dat niet goed. Volgens mij is dit de enige manier waarop ik naar het gedeelte hier kan rijden. Oh. Wow. Oké, daar is dat. Het kan niet dat hij niet dood is, maar goed. Hier staat dood in de containers. Dus dat ga ik er ook wel doen. Ik raak weer een muur. Wat heb ik toch met die muren? Ze zijn niet eens aardig voor me. Toch ga ik naar ze toe. Hier zit een plusje. Goed dat ik hier toch wel voor wegkomen. Plusje. Oh, man. Degene die hier rijdt. Jeetje, ik wist niet van de kant af kon. Ik wou net zeggen, degene die hierin rijdt, die kan echt niet schakelen. En kan ik hier ook van de kant af? Nee, gelukkig. Hier wel. Dus ik moet oppassen. Spin hier de corner. Oh. Nou, ik moet toch achteruit rijden, dus het komt helemaal goed dit zo. Verkeerde kant op. Dan ga ik er weer vanaf vallen. Want dat bedoel ik, hij kan niet schakelen. Je moet in één keer zo... Is er één weer? Ik kan in één keer weg kunnen rijden. Niet dat ik dat zou kunnen, in het echt. Maar... Oh, ik ben gewoon al bijna klaar. Gewoon met langs rijden. Maar goed, ik moet toch 13 missies? Oké, nou... Under construction. Oké, ik heb hier een plusje. Plusje. Dat is de verkeerde kant op sturen, Frank.
Blijf er even bij met je hoofd. Donut de crane. Dat is op zich niet al te moeilijk. Zie je. Nog 12 missies. Drift across the bridge. Oh god. Oh! Gewoon eerst probeersel. Eerste ding. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Eerste keer dat ik het doe, meteen goed. Oké, hier is ook weer een jump the gap. Dus dan rijd ik eerst een stukje om. Zo, hier naartoe heb ik een paar mooie explosies van die blokjes. Dan heb ik een aanloopie. En ga ik een salto maken. Hey, bam, het is gewoon helemaal goed gegaan, G. Ik denk dat je goed moet landen. En net hier is dat volgens mij niet helemaal goed gegaan. Dus vandaar dat hij het niet zo fijn vond. Dat hij een beetje tegen mij ging liegen, zo van... Hey, heb ik het niet gedaan, terwijl ik het wel heb gedaan. Jullie hebben het gezien. Als je even terugkijkt in het filmpje, dan zie je gewoon dat ik het gedaan heb, ja. Laat me, ik ben ook maar een mens. Oh, god. Oh, ik dacht heel veel dat ik daar ook weer vanaf kon vallen. We zien hier, jump the gap. Oh, wacht, dit is volgens mij een missaal. Hier, jump the gap. Bam, gewoon helemaal mooi, nu doet hij het wel. En nu hoef ik nog maar 9 missies. Tel je wel mee? Nog maar 9 missies. 11 van de 20 gedaan betekent nog 9 missies. Zo meetellen, hè. Vertrouw op jullie. Als ik straks het verkeerd heb, dan wil ik wel dat jullie in de comments schrijven van... Hé, Frank, ja, dat verkeerd is wel dat... Het is gewoon dat andere getal. Je moet er nog 8. Niet voor nu, want ja... Ik hoef er nog maar 9. Dat zag ik gewoon net duidelijk. En hier is een ander gedeelte van de wereld... Waar ik gewoon lekker ga driften. En zie je, daar staat het gewoon. 9 missies left. Nou, eigenlijk staat er 9 missions left. Of 9 missies te gaan. En hier is weer een jump the gap. Maar ik weet zeker dat hierachter nog iets is. Wat een gekke trickas. Waar kan die schakelen, die klootzak? Dus het gaat helemaal fout. Oh, nog 2% moest ik. Hier is ook weer een driftkaan. Dat is een groot gebied, grote map. Hier zo, wereld 4. Dus laat me even weten als je al die dingen nog wil zien. En de driftkamers en zo, dan ga ik misschien nog een keertje terug. Oh, dat gaat een beetje verkeerd. Oh, dat is een... Oh, dat is een kras op een mooi oranje lak. Jammer. Wat jammer. Maar ik heb wel dit gewoon helemaal gedaan, hè, mensen. Ik heb het gewoon gedaan. En hier is weer een plusje, dus ik ga even gek doen. Wam, wam, is de achteruit, is de vooruit. Leer schakelen. Oké, ja. Voordat ik hier erop ga springen, ik zag daar zo... Een mooie drift trouwens. Hier zie ik drift between wall and jump. En... Goed genoeg vind ik dit. Het zijn allemaal slipsporen, ik vind het gewoon genoeg, ja. Oké, daar gaan we nog een keertje naar terug. Alhoewel... Oké, nou, ik ga even een goede aanloop nemen. Hots! Hots! Zo doe ik dat. Hier beneden is nog een driftkader. Ik denk dat een drifttrek bedoel ik. Is hier ook nog een missie voordat ik gewoon echt verder ga dan die volgende missies. Ja, je ziet hier. Er is gewoon nog een missie hier zo. En dat is een muur, denk ik. Ja. Hoppakee, gewoon 100% voltooid. Ik kan wel hier dat gebouw op gaan, maar ik moet hier alsnog eerst dit gebouw op en dan vanaf dat gebouw verder springen. Dat zijn ook gewoon missies. Dus waarom zou ik dan in één keer het laatste gebouw op gaan als ik hier gewoon erop moet? Raak de kraan. Oh, jammer. Oh, ik moet over de kraan. Ik dacht dat ik alleen op het gebouw moest komen. Dat is niet leuk. Oké, meer gas. Gas erop. Wap, over die kraan heen. Nou, tegen de kraan aan, maar ik vind het goed genoeg. En ik ben alsnog op het gebouw gekomen. En op de volgende ramp. En ik krijg last van mijn stem, want ik schreeuw veel. Ik krijg serieus een beetje last van mijn stem. Ik moet even gaan trainen. Schreeuwen. Dat is toch veel leuker. Laat het me weten. Godver.
of jullie het ook leuk vinden. Dat ik wat meer energieker ben. Misschien bij een camera dan wel niet. Want ik heb het niet. Want ik heb een nieuwe telefoon. Maar daar heb ik geen stiefhoesje voor. Dus ja. En deze telefoon is ook tweedehands. Dus ik ga waarschijnlijk binnenkort ook nog weer een nieuwe telefoon kopen. Dus ik ga ook geen stiefhoesje kopen. Maar laat me weten. Willen jullie facecam of willen jullie geen facecam? Maar laat me weten of jullie dat wat meer energiekere video's leuk vinden. Want dan ga ik proberen dat vaker te doen. Of misschien moet ik nog. Ik moet er nog één. Waar is hij? Kijk, dit haat ik dus zo. Dat ik er nog één missie moet, maar dat ik niet weet waar hij is. Oh nee, dit is naar beneden. Dit is naar beneden, dat weet ik niet. Waar is die 20ste missie? Dat wil ik gewoon weten. Als je het weet, laat het weten. Maar waarschijnlijk ga ik hem zo te vinden. Ja, toch? Ik denk dat ik hem daar zie. Want ik zie daar nog iets roods. En dat was te ver gedrift, Frank. Frank! Ja, goed zo. Ja, ja. Oh ja, want dit was een Jim the Gap. Dus ik dacht vergeten dat ik eerst naar beneden iets moest doen. Dus ik dacht, ik ga eerst de andere dingen doen. Dan kom ik later terug naar Jim the Gap. En dan ik de tijd heb. Maar ja, die vergeet ik dan, hè. Jim the Gap. Hoppakee! En level 4 gewoon voltooid. In één video. Wereld 5 is open. Ja, en nu ga ik naar beneden vallen. Kijk maar. Plons. En met dat ik naar beneden viel en dat ik weer het 5 heb geopend, eindig ik deze video. Want het is lekker 11 minuten 49 geweest. Bijna 12 minuten dus. En ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video. Ciao. Really is fast. Spin on the building. Shit, just enough speed to stay on the building, but yeah.